Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze KVPS College Tour. Vandaag gaan we het online FOC-advies presenteren. En daarvoor heb ik aan tafel twee slimme kerels. Aan de rechterkant voor uw kijkers links Manuel Gasseling. Manuel is aspirant inspecteur bij het KVPS. En niet te vergeten ook gewoon Fries paardenfokker. Zeker. Liefhebber zoals wij allemaal. Aan de linkerkant en voor de kijkers rechts Hans Boersma. Hans is ook fokker en sinds dit jaar lid van de Fokkerijraad. Ja. En als wij zeggen Alger 522, dan zeggen wij... Ja, die hebben wij gevakt. Ja. Ja. Dus dat heb je alvast op je cv staan. Ja, zeker. Staan. Dat is een kroon op je werk, zeg maar. Ja, zeker. Wij gaan vandaag een online fokadvies doen. Zoals u weet hebben wij in de Vriezo in de wintermaanden al... Fokadvies artikel, 4-5 pagina's waarbij een panel zich buigt over een merrie en de hengstenkeuze. Begin van het jaar hebben we daar een oproep gedaan voor mensen van wil je merrie graag bij ons in het blad, laat het ons weten. En toen zijn we overstelpt met verzoeken en aanvragen. Ja, die konden we natuurlijk in Vriezo niet allemaal kwijt. Dus we zeiden van, weet je wat, we gaan gewoon online ook nog een paar meenemen. Naast leuk hè, is het ook gewoon wel handig om te weten wat voor keuzes en afwegingen je ook thuis zelf kunt maken. Nou, dat is een hele introductie van het online fokadvies en de reden waarom we hier zitten. Nou, zoals jullie hier zien, daar heb je Manuel en Hans. Ja. Ja, ze herkennen je haast niet zonder pet of zonder... Nee, de hoed of geen pet, ja, dat is even wennen. En Hans staat hier naast zijn Willeke. Ja. En dat is aan de linkerkant dan, niet die jongen met die witte loes, want dat is de Rijn Ragicola, ja. De voorbrenger. En nou hebben wij uit de hele stapel van merries die zich aangemeld hadden, hebben wij deze drie gekozen. En u heeft het ongetwijfeld al op friso.com gezien, want we hebben dat gisteren al gepubliceerd. Zo van, wellicht is het leuk om je voor te bereiden. En ook eens mee te kijken van welke hengsten passen er op deze dames. We gaan ook op deze volgorde straks werken en kijken wat de adviezen van Hans en Manuel zullen zijn. Dus we beginnen met Romy, H van Twillens, een model, sport en triple A-merrie. Waarom Romy? Nou, ze is een model, dus eigenlijk zou je zeggen, misschien valt er niet eens zoveel aan te verbeteren. Triple A ook nog, hè, voor de moeilijkheidsfactor. En ze heeft een heel laag verwantschap, dus dat is ook een leuk item om mee te nemen in de hengstenkeuze. Op de tweede plaats Aukje van het Hiem. Zij is een ster sportelite dubbel A-merrie, een echte sportmerrie met een afstamming die juist wel vrij hoog in verwantschap zit. Dus ook daar vonden we wel een leuke uitdaging om dat hier vanavond zeg maar, te proberen in te vullen. En de derde merrie is Hanneke van de Spekenbeemte. Een vierjarige jonge stermerrie waarbij de fokkers zeggen, nou ze zal dit jaar onder de hengsten gaan, maar welke zullen we doen? Ja. Nou hebben deze heren zich al keurig voorbereid vanzelf op de vraag, want we hebben ongeveer een uur voor drie merries. Dus het wordt al een uitdaging om dat in 20 minuten per merrie te gaan doen, denken we. Maar we hebben ze wel de vraag gesteld, Manuel, wil jij vooral ook kijken naar de fokwaardes, naar de cijfers? En Hans, wil jij vooral naar de bloedlijnen kijken? Dus we hebben ze wel met een bepaalde boodschap gestuurd van, voor de hengstenkeuze. En nu weten ze van elkaar niet wat de top 3 bij elke merrie zal zijn. Verrassing. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik ben ook wel benieuwd of jullie, nou ja, of je een beetje in de buurt zit of niet. En laten we duidelijk zijn, het gaat vandaag niet om goed of fout. Maar het gaat om welke keuze maak je en waarom. Want die vrijheid hebben we gelukkig als fokkers nog. En dat maakt het natuurlijk ook extra leuk. Nou, ik hou op met praten. Want we hebben de tijd, denk ik, hard nodig om... Ja, vooral leuk ook over de merries te praten. Hier hebben we Romy H. van Twillens. Model, sport en triple A. Dat is de merrie gefokt en in eigendom van Ger Boersma en Jacqueline Bijlaert. Nou, en daar gaat er waarschijnlijk al een belletje rinkelen, want Hans en Ger zijn broers. Dus ik wilde eigenlijk vragen, Hans, misschien kun jij wel iets meer toelichten over Romy? Ja, nou ja, die is gefakt door mijn broer en schoonzus. En eigenlijk is het lijntje van mijn vader, zeg maar, waar die ook al mee vakte.
En na zijn overlijden hebben we beide wat paarden meegekregen. En zijn we beide apart van elkaar gaan vakken. En we vakken nog wel met dezelfde stalnaam. Dat is eigenlijk een beetje als eerbetoon aan ons vader. En dus ik krijg ook heel vaak de vraag van, is dat jouw merrie? Maar dat is helaas niet zo. Nee. Nee. Maar het is wel een hele bijzondere merrie, denk ik, Hans. Met name omdat ze zo'n heel laag verwantschap heeft. Hè? Ja, ja, het is heel laag verwant met... Met vrij hengsten erachter die ook laag verwant zijn en niet veel gebruikt. Dus dat maakt het wel bijzonder. En dan ook nog eens een keer dat ze dan een model wordt. Dat is wel, dat is toch wel heel, heel mooi dat dat gecombineerd is in die merrie. Ja. Ja. Ja, ik kwam er op de lijst tegen van de Fokwaarde op nummer 9 staat ze. Ja, volgens mij wel. Geloof ik zelfs. Ja. Dus, ja. En ze presteert ook nog goed in de sport. Want ze is Z2 dressuur en... Nou, mijn schoonzus is er ook nog mee bezig om haar hoger te krijgen. Ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Dus het is wel mooi als dat ineens zo'n merrie allemaal zit. Ja, bij elkaar komt. Ja. Dus toen dachten we, dat is vast een uitdaging voor jullie om met die merrie aan de slag te gaan. Met Ger hebben we even contact gehad. En die zei van, wat voor wensen zou je nou hebben bij Romy? Ja. De beweging verankeren en verwantschap laag houden, zei hij. Ik geef jou heel graag het woord, Manuel, want dan kijken we even zo naar de foto's van de merrie. En we hebben voor, in 2020 is ze model geworden. Toen hebben we een verkiezing gehad. Toen hebben we ook een heel mooi filmpje gemaakt van haar. Ik zal proberen om het ietsjes... Dat we een beetje ideeën hebben. Dat is natuurlijk het eerste corona-jaar geweest. Waarbij we met klopt, locatie... Ja, eerste locatiekeuringen. Ja. En hier werd ze bij Stal Chardon voorgesteld. Ja. Wat een jeugdige merrie nog, hè? Als je dat zo ziet. Ja, het is een hele jeugdige merrie. Ja, en wat opvalt is, hè, het is ook wel een grootramige merrie. Er zit veel raamwerk in de merrie, dus dat is wel positief. Een goede romprichting, lang voorbeen. Dat zijn wel dingen die opvallen. Ja. Ja. Ik ga even iets harder, dan gaan we tempo's iets opvoeren. Ja. Kijk, daar komt ze uit de startblokken. Ja, dat is ook een merrie die makkelijk draaft. Het is gewoon heel functioneel allemaal, hè? Ja. Ja, en als je dan bij de hengstenkeuze kijkt, dan is dit eigenlijk waar je begint, hè? Ja. Naar je merrie kijken. Ja. Stukje exterieur, stukje stap, stukje stuk draf wat je beoordeelt. Kijken waar je eventueel wat verbeteringen in ziet. Ja, wat je zelf wil zeggen, het is natuurlijk wel een model merrie. Ja. Dus dan is het altijd even zoeken van waar ga je verbeteren. Dat is altijd natuurlijk dan de uitdaging. Ja. Maar er is natuurlijk niet een paard perfect, dus er is altijd wel iets aan te verbeteren. Ja. Oh, nou heb ik een... Kijk, daar zijn we. Dit is haar... Het zijn haar lineaire cijfers. Ja, dan zal ik het even overnemen, denk ik. Hè? Prima, ja. Ja, nou, ik heb, zoals Elise al zei, ik heb het voornamelijk... Ik heb voornamelijk gekeken naar wat theorie, zeg maar. Dus naar haar eigen scores. Dus elke merrie wordt bij opname lineair gescoord. Ja, dan gaan we alle onderdelen, die brengen we feitelijk in kaart. En dat geeft ook wel weer waar eventueel wat verbeterpunten zitten, wat we net al zeiden. Het is een, zoals gezegd, een modelmerrie. Als we dan even de lineair scoren, zoals ik hem bekijk, naloop. Ja, dan zijn er wel wat dingen die opvallen, die ik meegenomen heb in mijn keuze. En wat lichtere hoofd-halsverbinding, dus iets wat zwaar gescoord, dat zouden we mee kunnen nemen. Verder in rastype scoort ze eigenlijk wel gemiddeld of bovengemiddeld, dus daar zou ik niet te veel aan willen veranderen. Als we kijken naar de bouw, dan zijn er wel wat dingetjes die me opvallen. Ze wordt wat afhellend gescoord op het kruis. Dat is toch de motor, dus dat wil je eigenlijk, zou je er liever wat minder hellend zien. En qua kruislengte scoort ze op het gemiddelde. Dus ja, wat ik zeg, het is de motor, dus ik zou graag een wat langer kruis willen zien. Daar zou ik wat in kunnen verbeteren.
Kruis wat hellend. Nou, dat zou ik ook graag wat minder hellend willen zien. Iets rechter in het kruis. En wat ik wel heel positief vind is wat een sportpaard, wat je graag ziet, is opwaarts gebouwd. Met een lang voorbeen. Nou, ze wordt in ieder geval daar positief in beoordeeld. Dat zijn voor mij dan denk ik twee. Hè, en als we kijken naar die hoofd-halsverbinding. Dat zijn dan zaken die ik meegenomen heb in mijn advies om te verbeteren. Als we kijken naar de bewegingsvorm. De merrie, zoals gezegd, ze is bij een locatiekeuring geweest. De stap scoort ze heel goed. In draf, dit is bij de stamboekopname geweest waar ze destijds ster is verklaard. Dus dat, zoals je kunt zien, heeft ze wel kracht gewonnen. Ze heeft in balans gewonnen. Dus daar heeft zij zich al flink in opgewaardeerd. Dus ik denk, ja, merrie is inderdaad, er zit best wel veel sport in de merrielijn ook, heb ik gezien. Dus er komt best wel veel sportpaarden in voor. Ze heeft zelf een IBOP gelopen van 82 punten. Ja. Dus ik denk, ja, die beweging zit op zich vrij goed verankerd al in de merrielijn. Dus ik heb me voornamelijk even gericht op het exterieur in mijn keuze. En dan voornamelijk kruisvorm. En die romprichting wil ik graag verankeren. En dat zijn bij mij eigenlijk even de twee pijlers geweest. Ja, daarnaast verwantschap is natuurlijk een belangrijk punt, ook voor de eigenaren. Dat snap ik ook. Alleen het is, ja, bijna elke hengst die je kiest, ga je juist wel iets omhoog in het verwantschap. Ik heb er rekening mee proberen te houden, maar dat is nog niet zo'n hele makkelijke opgave bij deze merrie. Nee, want bij zo'n merrie kan je dus eigenlijk kiezen, ze is laag verwant, dus je houdt een laag verwant. Ja, ja. En aan de andere kant, alles past erbij. Dus daar maak je dan wel een keuze in. Nou, dat is het, ja. Ja, ik heb wat keuzes gemaakt waar ze wat lager verwant blijven. En ik heb er ook eentje gemaakt waar ik dat een klein beetje losgelaten heb, zeg maar. Dus ja, dan is het de afweging, waar kies je dan voor? Hè? Ga je voor hoge fokwaardes of teer je daar iets op in? En ga je voor het laag verwant? Ja, dat is maar net waar je voor kiest. Waar je voor kiest, inderdaad. Kijk. Wacht, dit is de volgende merrie. Hier zeiden we volgens mij de tools, hè? Want als je dan... Wat ik voornamelijk heb gedaan, we gaan hem niet helemaal invullen, maar deze tool is wel heel makkelijk om te gebruiken om dan uiteindelijk een keuze te maken. Nou ja, zoals ik gezegd heb, ik wil selecteren op een hoofd-halsverbinding. De tool is heel mooi ingericht, waardoor je kunt zeggen van, nou ja, ik wil verbeteren. Dus ik wil in ieder geval groter of gelijk aan 104. Nou, ik zal heel even kort toelichten die 104, voor degenen die daar misschien wat minder kennis van hebben. Mm-hmm. Eigenlijk de normaalspreiding, de fokwaardes van de hengsten, die lopen tussen alles wat tussen de 96 en de 104 zit. Dat is eigenlijk het rasgemiddelde en daar een kleine spreiding in. Dus als je wil verbeteren, dus wat wil compenseren, dan zou je eigenlijk willen kijken naar een fokwaarde die of 104 en hoger, of eigenlijk 105 en hoger is, of juist 95 en lager. Bij sommige kenmerken. De meeste kenmerken hoger, maar een aantal kenmerken lager. Dus ja, op deze manier kun je dan de kenmerken die je graag wil verbeteren, die kun je daar heel mooi in kwijt. Ja, hoeveel vul jij daar ongeveer in? Dat is afhankelijk. Je wil niet te veel verbeteren. Kijk, je ziet al dat ik heb nu, laten we zeggen, 3-4 kenmerken gepakt, zeg maar, die je wil verbeteren. Ja, er is geen hengst die natuurlijk al die kenmerken in één keer gaat verbeteren. Nee. Kijk, wat dan handig is om er hier een stuk of 4 uit te pakken en te zeggen van, oké, ik wil in ieder geval hetgeen wat ik wil verbeteren, wil ik 104 en hoger hebben. Nou ja, dan gaat hij op basis van die fokwaarde kijken van, nou, deze hengsten passen erbij. Ja, dan kun je natuurlijk elke keer een fokwaarde bijpakken. Dus als je dan zegt van, oké, ik heb er 4 ingevuld en ik kom op een bepaalde hengst uit. Nou, dan kun je ook zeggen van, nou, wat vind ik dan nog meer belangrijk? In dit geval hebben we bijvoorbeeld gezegd van, nou, het is een merrie die in de sport gebruikt wordt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat wil bewaren of bewaken, hè, in je fokkerij. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken bij een stukje sportaanleg, dat je ook een stap wil hebben van 104 en hoger. Dus een hengst die dat in ieder geval vererft. Ja. En ook bij een stukje draf. Zo kun je dus steeds verder gaan. En dan kun je uiteindelijk gewoon zeggen van, oké, zoek mij de hengsten. Nou, ik kreeg een foutmelding op de site. Dat wil nog wel eens gebeuren, inderdaad. Ja, dat gebeurt altijd met zo'n live uitzending. Altijd nu. Het gaat ook wel een beetje om het idee. Het gaat even om het principe. We zullen niet die hengst helemaal uitpluizen. Dat gaat te lang duren. Het gaat even dat de tool gewoon gebruikt kan worden. Om in ieder geval op basis van je linea scoren. Ja. In ieder geval de onderdelen te selecteren. En dan daarop verder te gaan, zeg maar. Wat wel...
Ja, en deze vind je bovenin, hè? Want ja, als je gaat bij een stukje fokkerij, ja, daar heb je de uitgebreide hengstinformatie. Die weet iedereen vaak wel te vinden. Nou ja, hier kun je dan op basis van de voorletten en de namen kun je natuurlijk alle hengsteninformatie zelf vinden. Maar bij uitgebreid zoeken, dan kom je inderdaad bij het gedetailleerde onderzoek. Heel wat goed. Je kunt doen, dus kun je eventueel ook nog verwantschap ingeven. Als je dat per se, als je dat als criteria in wil vullen. Ja, zo kun je eigenlijk al je selectiecriteria doorgaan. Ja. Wat ik overigens altijd wel even doe. Even kijken. Dan moeten we eigenlijk even terug naar de merrie. Naar de fokwaarde van de merrie zelf. Ja, misschien kunnen we wel even hier. Ik denk dat ik Rommie hier wel in heb staan. Rommie. Voor het werk maak je natuurlijk heel veel gebruik van die database. Want ja, je kunt fantastisch mooi opzoeken wat die paarden allemaal gepresteerd hebben. Ja, wat ik dan wat ik belangrijk vind. We hebben net het linea-scoreformulier gezien, waar ik een aantal onderdeeltjes eruit gepikt heb. Waar ik denk van, nou, daar kunnen we wat mee. Als je naar de fokwaarde gaat van de merrie zelf. Dit is natuurlijk gebaseerd niet op haar persoonlijke waarderingen, maar meer op de fokfamilie al. Dus broers, zussen, meer op de afstamming. Ja. Het is wel goed om even te controleren dan. Van, nou, oké, ik vind dat ze opwaarts gebouwd is en dat ze een lang voorbeen heeft. Maar dan zie je ook wel terug hier bijvoorbeeld. Ja, dat eigenlijk die fokfamilie dat is zich heel laat zien. Ja. En die kruisvorm waar ik het zo net over had, is inderdaad, de fokfamilie laat wat een afvallend kruis zien. En dit is dan wel bijzonder, zie je dat? Hij heeft wel lengte. Dus de merrie zelf scoort gemiddeld. Alleen de fokfamilie laat zien. Ja, dus dat er toch wel lengte over het algemeen in het kruis zit. Dus ja, dan kun je ook je selectie iets kleiner gaan maken. En zeggen van, nou, ik wil voornamelijk de ligging van het kruis wat beïnvloeden. En niet zozeer de lengte. Nee. Dan maak je keuze weer iets groter. Dus het is wel goed om even je linea score dan even te kruisen met je fokwaarde van je merrie. En dan even verifiëren, zijn dat de goede punten die ik gepakt heb? Of ligt het juist al goed verankerd in die merrielijn, zeg maar. Ja, heel zoekwerk, maar wel mooi vanzelf. Het is een heel zoekwerk, maar op die manier kun je wel heel mooi de vakwaardes met elkaar gaan combineren. Ja. Ja. Dat zijn even de keiharde cijfers natuurlijk. En dan zit er ook een heel verhaal achter de bloedlijnen, Hans. Ja, klopt. Ik kijk ook wel naar vakwaarden, maar ik ben ook wel een... een man van de bloedlijnen. Vroeger spit ik dat altijd al helemaal uit. En dat is eigenlijk altijd wel zo wat gebleven. En dat vind ik ook wel mooi in de hengstenkeuze, zeg maar. Daar kun je ook heel veel uithalen. En dus dat is, En dan ook voor deze merrie, die ken ik dan goed. En dat is stam 102. Nou, de vader is Gjald. En Gjald is eigenlijk door zijn vader Piet en zijn grootvader Bartelt heel laag verwant. Gjald is geboren in de Verenigde Staten en hij werd destijds door Rob Sarn naar Nederland gehaald. En de nakomelingen van Gjald zijn vaak royaal ontwikkelde paarden. Nou, dat zien we in Rommie ook terug. Ja. Ook wel rastypisch. Maar ze missen vaak in beweging achter dan wel eens een beetje wat kracht. En dat is dan wel een aandachtspunt. Nou, de moeder van Rommie is Hester van Twillens, Ster Spart. Heeft een stakmaat van 1,59. Ze heeft vijf nakomelingen, waarvan één dus model Spart triple A, één nakomeling dubbel A en een ster in aangewezen hengst voor de voorrijdaren, voor het centraal onderzoek. En dat is de hengst Casper H. van Twillens. Dat is weer een volle broer van Rommie. Komen we bij de moedersvader, dat is Sape. Nou, Sape is door zijn vader Faber ook heel laag verwant. Nou, hij kwam uit de fokkerij van Fouke van der Velde, op zich wel vrij bekend. Ja. En jonge sapens waren vaak wel rastypische paarden die in de rug soms even wat sterker konden. Nou, de grootmoeder die heb ik heel goed gekend. Ati, ster en dubbel preverent. Oftewel kroonjuweel noemen ze dat nu. Ja. En daar is mijn vader eigenlijk de fokkerij wat mee begonnen. Nou, die had een stakmaat van 1,55. Niet een hele grote merrie. Die heeft 15 nakomelingen gebracht, waarvan 8 ster. 2 zijn Spart. En daaronder was het de ereklasse Targpaard Moine van Twillens. Nou, die heeft met Aad Geurts en later met zijn eigenaar Maat van Daal, was die wel heel succesvol in het Targspart en vooral in het zuiden, zeg maar. Ja.
En die merrie Aad, die zelf, dat was een hele werklustige, elegante merrie. En die had heel glashout beenwerk. Die merrie is ook heel oud geworden. Ze bracht elk jaar elke veulen tot haar 22e. En ze is zelf 29 geworden. Dus dat is wel een stukje duurzaamheid. Ja, duurzaamheid zit er wel in. Ja. Nou, en die Aad, die was een jonge Kuipe. Nou, Kuipe is een naam die niet heel veel tegenkomt. En ja, dat was eigenlijk de laatste hengst van de bekende hengsthouder Orne Bouma uit Oude Schoot. En Kuipe werd eigenlijk toen in de tijd afgekeurd op afstammelingen. Maar later bleek hij toch wel goed te vakken. En hij had ook een sterpercentage van 55%. Nou, dat was in die tijd was dat gewoon heel hoog. Ja. Dat is nu eigenlijk al hoog, maar toen lag het sterpercentage zo rond 30%. Dus eigenlijk heeft hij best wel goed gevakt, ondanks dat hij afgekeurd is. Nou, dan komen we bij de overgrootmoeder, dus Betske, een stermerrie. Een stokmaat van 1,56. Ze heeft 8 nakomelingen gehad, waarvan 1 ster en 1 ster preferent. En dit was een dochter van de Ritske-zoon Durk. En deze merrie die was ook erg duurzaam en die is 25 jaar geworden. Dus de paarden uit die stam, die worden allemaal wel oud. Oud? Ja. Wel een kwaliteit? No. Ja, zeker. Dus, en wat zou jij op basis zeg maar, van wat je weet aan die bloedlijnen, van die moeder, grootmoeder, waar zou jij met name ook wat... aandacht opzetten. Ja, wat er opvalt qua afstamming is natuurlijk als eerste dat ze heel laag verwant is. Nou, dat is gewoon heel positief. Want dat zoek je eigenlijk wel binnen de hele Friese populatie. Ja, het verwantschap gaat eigenlijk steeds maar omhoog. Ja. En dat lage verwanten, ja, dat ik denk dat we daar echt iets mee moeten doen. Ja, denk dus ook. Binnen de vakkerijraad is er nou ook wel echt aandacht voor. En dus ze is heel laag verwant. En wat verder opvalt is dat zij eigenlijk vrij is van het bloed van Jasper en Leffert. En dat is ook, die hebben het heel goed gedaan in de vakkerij, Jasper en Leffert. En maar daardoor zitten ze ook in heel veel afstammingen. Dus dat is op zich wel positief dat zij dat niet heeft. En daardoor passen ze dus bij heel veel hengsten. En wat ook opvalt bij de paarden uit deze stam is dat ze zijn vaak wat laat rijp. Maar zoals ik al zei, ze worden wel heel oud vaak. Dus dat is toch een stukje duurzaamheid. Dus, een stukje jeugd, een stukje duurzaamheid. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, dus dat is ik vind een laat rijp vind ik helemaal niet zo niet negatief. Nee. Dus, nee. Ja, dat zie je aan de merrie zelf ook wel. Hè? Als twee, bij de stamboekopname als tweede premiestemmer die opgenomen. Ja. Hè? En nu in draf zie je ook een duidelijke verbetering. Ja, ze heeft zich goed ontwikkeld zeg maar de laatste jaren. Ja. Dus dat zie je ook wel terug inderdaad. Iets later rijp misschien inderdaad. En dan goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Merrie die allemaal wel op stal zou worden. Ja, ja. Ja, misschien wel, ja. Nou, dan komt natuurlijk het verlossende woord. We hebben een beetje gewikt en gewogen met de cijfers en met de bloedlijnen. Hoe zien jullie de hengstkeuze voor deze dame? Ja. Ik ben benieuwd. Zal ik een spits afbij? Ja, zeker. Ja, ik heb voornamelijk naar de vakwaarde gekeken dan. En ik denk inderdaad dat... de romprichting zou ik graag verankerd willen zien. Ik wil dat kruis, daar zou ik graag wat verbetering willen zien. En daarnaast geprobeerd om natuurlijk de beweging, er zit veel spot in de middellijn, om dat te proberen te verankeren. Dat is mijn, nogmaals, ik heb het verwantschap misschien iets meer losgelaten dan Hans heeft. Maar daar zou ik zo op komen. De eerste hengst die ik geselecteerd heb is Detmer. Dat geeft een verwantschap van 17,1. Mm-hmm. Dus het is nog steeds ondergemiddeld. Ja, maar goed, gezien waar we vanaf komen, 15,8, leggen we daar gewoon op toe. Maar wat ik wel heel positief vind, is kruisvorm scoort hij 95. Dus ja, dat is een fokwaarde waar hij dus wel degelijk laat zien dat hij een wat minder hellend kruis zal fokken. Het is wel erbij gezet, het is een jonge hengst. Fokwaardes zijn nog niet heel betrouwbaar, daar moet ik er eerlijk bij zeggen. Dus ik baseer me even op de cijfers die we nu hebben. Die fokwaardes worden vanzelf meer betrouwbaar, maar dit is wat er nu even ligt. Kruislengte zit hij op 104.
Kijk, dat is niet buiten de normaalspreiding, maar gezien de vakwaarde wat we net zagen in de Merrylijn zit voldoende. Dus dat heb ik als voldoende beschouwd. Nou ja, de romprichting die zit op 106 buiten die normaalwaarde, dus dat zou die in principe moeten kunnen verankeren daardoor. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar bouw als vakwaarde in het algemeen, want het is gewoon een correct gebouwde merrie, zo'n royale merrie, dat wil je graag houden. Daar scoort hij 109. Nou, dat is ook ruim boven, boven de normaal score. Dus nou ja, stap 105. Draf scoort hij 109. En dat zijn dan de fokwaarden voor of de geschatte fokwaarden voor de sportaanleg. Ja. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk zo op kruis, romprichting. Ja, op bouw algemeen en op stap draf, zeg maar. En dan selecteer ik even op die kenmerken. Mm-hmm. Ja, dan zou die daar denk ik heel mooi bij passen. Ja. En die 17,1, denk ik, acceptabel. Ja, liever ga je nog steeds laten. Ja. Ja. En dat doen we net alsof dat maar gewoon nog in Nederland is. En vlot. Precies, ja. Ja. Precies. Nou ja, een tweede keuze is, en dat zou misschien wel mijn favoriet zijn in dit geval, is Friso. En misschien een... ja, dat denkt misschien niet iedereen direct aan. Maar een jongen, een Hessel, een Maljisse, Anton... ik vind, qua Hessel, Jesse staan er ook wel bekend. Geven ook wel fijne sportpaden natuurlijk, over het algemeen. Ja, zeker. Maar ook in zijn vakwaarde weer, de kruisvorm weer 95. Ja, daar heb ik dan toch op geselecteerd. Romprichting zit hij op 104, bouw 108. Nou, stap en vooral draf, dan zit hij op vakwaardes van 104 en 109. Ja. Ja, het is ook weer relatief, het is een jonge hengst. Ja, wel een hengst die, denk ik, vaderdier heeft waar toch leuk goede sportpaden van zijn gekomen. Qua vakwaarde past hij goed. En in dit geval zit het verwantschap op 16,6. Dus dan blijf je toch interessant. Ja. Ja, en als laatste keus heb ik Tjebbe, de Battle Dries. Nou, die heb ik dan een beetje genomen. Qua vakwaarde past die draai ik net zo goed bij als de andere. Kruisvorm ligt weer op 100 of op 94. Tevens en daarom heb ik Tjebbe gekozen. Wat ik in het begin bij de linea score zei, lichte of halse binding. Nou, Tjebbe zit daar op 109, dus dan kun je daar ook nog wat in compenseren. Vakwaarde stap en draf liggen op 106, 108. Nou, dat is prima. En bouw zit hij op 112 zelfs inmiddels. Dus ook relatief nog een jonge hengst. De fokwaardes worden wel wat betrouwbaarder. De eerste paarden zijn natuurlijk nu ook op de eerste bezichtiging geweest. Ja. Ja. Dus die fokwaarden beginnen al wel wat concreter te worden. Ja. En dan zit je op een verwantschap van 17,2. Dus dat is nog onder het gemiddelde. Maar. Dus ja, dat zijn op basis van fokwaardes. Dan denk ik van dat zijn. Nou ja, om Tjebbe ook een stukje rastype meegenomen, wat je zou zeggen. Ja. Zou Tjebbe daar ook nog wel wat in kunnen verbeteren, misschien. Ja. Ja. En dan heb je een mix tussen wat jongere en oudere hengsten. Wat zou jouw voorkeur? Mijn voorkeur? Bij deze merrie, ik denk dat ik voor in dit geval voor Friso zou kiezen. Okay. Ja. Het is een jonge hengst, het is al natuurlijk een beetje kijken waar het naartoe gaat. Maar als ik kijk naar vakwaarden en ook qua de bloedopbouw van Friso en ook zijn verwantschap dan, in combinatie met de merrie van 16,6. Hm. Ja, weet je, dan blijf je toch qua verwantschap interessant. Ja, en dan... Ja. Leuk. Ja. Dat zou mijn keuze zijn. Ja, verrassend, Hans. Nou ja, het zijn niet de hengsten die ik op mijn lijstje heb staan. Maar op zich, dat is op zich ook wel mooi. Er zijn ook wel hengsten die ik me ook wel kan voorstellen, zeg maar. Bijvoorbeeld een Tjebbe kan ik me ook wel voorstellen. Vond ik op laatste hengstkeuring met zijn nakomeling een hele positieve indruk achter. Dus, ja. Nou ja, ik ben iets minder van de vakwaarden. Dus ik heb de cijfertjes zo niet paraat wat de vakwaarden zijn. Maar wat ik heel belangrijk vind bij deze merrie is eigenlijk vooral één punt. En dat is het lage verwantschap. En dat zou ik echt willen behouden. En daar heb ik in de hengstenkeuze toch ook nog wel een beetje een differentiatie in gemaakt. Maar ik heb... als hengstadvies heb ik op de eerste plaats heb ik Wolter staan. Nou ja, dat is puur vooral om het verwantschap. En je hebt dan een veulen met een verwantschap van 15,8. En die merrie heeft zelf ook 15,8. Dus Wolter heeft dat ook. Ja, want je doet dat altijd gemiddelde daartussen. Je blijft dan vrij van het jasper en het leffertbloed.
Ik denk dat dat... Dat is wel gunstig. Ja, dat is wel, wel gunstig inderdaad. Ja. Want dan kun je met zo'n veulen kun je ook alle kanten weer uit. En Wolter die kan verbeteren ten opzichte van de kruisligging. Ja, dus dat is wel iets wat ik, die kruisligging is wel iets wat ik meegenomen heb. Dat vind ik wel belangrijk bij die Mary. En wat ik een grote plus vind is, bij Wolter, is dat hij een hele duurzame en hechte moeder heeft. En die Mary is ook al op leeftijd, brengt elk jaar een veulentje. En we hebben het volgens mij. En Wolter is dan een broer van Omer. Ja. Bij de rapportage van Omer, van zijn moeder, dezelfde moeder. Ja, kwam die eigenlijk wel heel positief naar voren. En die Mary was toen al op leeftijd. Ja, Sandra van Bartlegging. Ja, dat is een heel duurzame Mary. Zeker. Dus dat, dan komt eigenlijk het stukje duurzaamheid. Ja. Tenminste, dat probeer ik dan, dat het van twee kanten komt, zeg maar. Dus vandaar Wolter. Daarnaast heb ik Ulbe. Ulbe 506. Ook een relatief lage verwante hengst. Nou, daar zit je met veulen op een verwantschap van 16,2. Die is ook vrij van Jasper en Leffert bloed. En je verbetert ook ten opzichte van de kruisligging. En wat je bij Ulbe doet, dat doe je eigenlijk ook bij Wolter wel, dat je wat inteelt op Naan, de hengst Naan, 264. Mm-hmm. En dat is eigenlijk niet veel voorkomend bloed. En Naan was eigenlijk in de tijd, hij was in 76 geboren, geloof ik. Ja. Dat was een hele, voor die tijd al een hele luxe hengst, zeg maar. En, klopt. En ja, dat vind ik wel positief als je dat, dat je daar een beetje op inteelt. Dus daarom heb ik Ulbe genomen. En hij presteert zelf ook goed in de dressuur. Ja. En, dus, en dat deden zijn vader Anders en grootvader Adel ook. Dus dat vind ik ook wel positief. En dus vandaar dat ik Ulbe gekozen heb. En dan heb ik als derde, heb ik toch een soort switch er ook even wat in. Want ik denk, je kan altijd laag verwant gaan, maar je wilt misschien ook iets, een stukje vakzekerheid. En op derde plaats heb ik Dries. Ja. En, verrassend. Ja, mensen zullen wel denken Dries, maar die staat niet meer in Nederland. Hij staat in Zuid-Afrika. Maar hij is nog steeds beschikbaar via diepvriessperma. Dus je kan hem nog gebruiken. En bij Dries ga je eigenlijk de andere kant wat uit. Maar daarmee probeer ik het de beweging wat te verankeren. En vooral een krachtige stap en een draf met een goed achterbeen. Kruisligging en kruislengte worden weer door verbeterd. Dries die vererft ook wat meer echt rastype en behang. Ja, dat wil ik nog zeggen. Ja. Dat is natuurlijk, dat pak je dan meteen mooi. Ja, ja. Ik ken die Maryline ken ik wel een beetje. En wat ze eigenlijk, ken ik heel goed. Ja. En eigenlijk, ze missen over het algemeen wel een beetje behang. Dus daar kun je met Dries wat inbrengen. Ja. En Dries is zelf ook nog heel duurzaam, want vorige week was het nog 21. Was 21. Ja, filmpje van Dries. Ja. Prachtig om te zien. Ja. Hij ziet er echt, in de beweging zie je het, een klein beetje zijn leeftijd begint hij wat te komen. Maar in exterieur en in rastype ziet hij er echt... Qua front ook. Dat is, ziet er echt prachtig uit. Nou. Ja. Hij doet goed werk daar in Zuid-Afrika. Ja, dus en wat ik zeg, qua verwantschap ga je dan wel wat omhoog. Je zit dan op 17,1. Nou, dat is wat Manuel ook al zei. Dat is relatief nog laag. Ja. Ja. Maar ik vind Driesbloed heel waardevol. Ja. En ik denk in de hengstenlijn zouden we best nog wel een Drieszoon kunnen gebruiken. Maar goed, als je een Dries gebruikt. Als je, je kunt daar ook wel weer mooi op verder beduren met weer onverwants. Hè? Je merry eruit zo weten te krijgen. En je gaat daar weer terug naar een onverwante hengst. Dan kan Dries een hele mooie tussenstap zijn. Op zich snap ik de keus wel. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Gelukkig. Ja. Nou, Ger en Jacqueline zijn er niet bij. Ik heb wel de telefoon bij me voor de mensen die nog willen appen. Want ik ben wel benieuwd, maar wat denk jij, Hans, wat gaan ze doen dit jaar met Romy? Dat weet je vast? Nee, weet ik echt niet. Nee, oh, okay. We hebben wel contact, maar ze willen haar gaan spoelen voor embryo's. Maar ik weet eigenlijk nog niet precies wat voor hengsten ze gaan gebruiken. Dus. Maar andersom dan, want ze heeft een Twenter en een Ente lopen al, hè, van Vonger. Ja.
Ja, alleen een enter. Er was een twenter, maar die is helaas verongelukt. Maar dat was wel even benieuwd. Wat was de keus of de overweging om vonken te kiezen voor hun? Weet je dat? Ja. Nou, ook het lage verwantschap van mij en de goede stap. Ja. En er was ook een heel best veulen. Had een eerste premie. En, ja. Ik vond, combinatie. Goede combinatie, ja. 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 Ja, en ik had hem wel even bekeken. Qua fokwaardes kwam ik daar niet helemaal mee uit. Hè. Dat is, ja. Maar ik had hem wel bekeken, want ik vind het inderdaad vongen bij een geldmerrie. Blijf je mooi laag in verwantschap. Ja. Goed, een goed stappende. Ja. Ja, dan ga je misschien qua rompenrichting ga je wat... Daar kwam ik wat knel te zitten, inderdaad. Maar dat heeft die merrie zelf al alleen enorm. Nou ja, daar is het. Hè. Ja, ik zeg, ik wil het verankeren. Aan de andere kant kun je ook zeggen, de merrie heeft het al. Dus misschien kun je daar dan ook wel weer wat in gokken. Toegeven. Ja, misschien hoef je daar niet eens toe te geven. Ja, als het... Ja. Ja, het is leuk dat jullie alle drie, of top drie, alle twee verschillend is. Ja. Dat is dan wel weer heel grappig en leuk gevonden. En we zeiden al, het gaat niet om goed of fout, maar het gaat gewoon om de gedachte van wat ga je doen en wat past er bij je. Want we hebben natuurlijk allemaal ons eigen fokdoel een beetje met onze paarden. En dat des te beter, want hoe breder we het, hoe mooier het voor de fokkerijen is. Ja. Ik voorspelde al dat we best een klusje hebben om die drie merries te gaan doen in de uur. We gaan gauw door naar de volgende. Voor mensen die een vraag willen stellen, mag gerust op WhatsApp nummer 0653256456. Ik weet in ieder geval dat de dames Rowling zitten te kijken. Want deze tweede merrie is die van hun. Oudje van het Hiem. Ster, Sport, Elite en dubbel A. Een merrie van 10 jaar oud, met een verwantschap van 18,5%. En daarom hebben we het ook een beetje uitgekozen. Dan komen we straks op een bloedlijn waarvan je denkt, oeps, weet je, daar hebben we er wel heel veel van. Ja. Hoe gaan we dat nou organiseren met de hengstenkeuze? Aan de andere kant een merrie met een enorme staat van dienst, al ondanks dat ze nog maar 10 jaar is. Want het is een sportmerrie, puursang voor de menwagen en ook onder het zadel. En dat is iets waarvan de dames zeiden, dat willen we ook wel heel graag zo houden. Hier zijn een paar foto's van haar. Laura rijdt onder het zadel en Renate voor de wagen. En ze zijn ook kampioen geweest de afgelopen herfst in de Hippiade. Ja. Men kampioen, dus prachtig. Ja, valt wel een voldoende rassige merrie wel, hè? Een mooi sprekend hoofd. Ja, ja. We hebben nog een kort filmpje van haar. Ja. Die is gemaakt op de afgelopen centrale keuring. Daar hebben we clinics gegeven. En daar heeft ze in opgetreden. Daar zie je Aukje. Ja. Dus ze is in Haring geweest. Prachtige merrie. Herman Mientjes gaf hier commentaar. Dat hebben we er maar even onderuit gehaald. Want die was al heel enthousiast vanzelf. Even kijken, volgende. De wensen van de dames. Ja. Ik heb natuurlijk even kort gesloten. Wat willen jullie graag? Zusters, nou en hier heb je een hele lijst. Ja, er waren nogal wat wensen. Ja. Ja. Ja, wat zeggen we? Karakter, mooi koppie. Ja. Wat zien jullie van deze lijst? Ja, wat ik herken is, als je de foto ook even voor de geest haalt net. Het chique hoofdje wat ze zelf zeggen, nou, dat wil je graag wel bewaren natuurlijk, dat snap ik. Ja. Nou, wat ze zelf al aangeven, het opwaarts gebouwde, sterke bovenlijn, dat is iets wat ze... het opwaarts gebouwde, dat is inderdaad, zie je op het fotootje zie je dat ook wel duidelijk terug. Hè? Je zou graag wat meer romprichting weer willen zien. Ja. Lange voorbeen, romprichting wat meer richting het horizontale. Ja. Ja, wat halslengte zou misschien niet meer staan. Mm-hmm. Daar zou je wel wat... dat geven ze zelf ook aan. Nou, verder geven ze aan de stokmaat. Je moet in ieder geval niet verkleinend fokken. Sportaanleg belangrijker dan veel behang. Ja, dat is het, een laag verwant, niet te veel en een advies waar we zelf niet op waren gekomen. Ja, ja. Dat is een hele bijzondere. Dat is, ze zeiden, en dat heb je misschien als Fox allemaal wellicht een beetje tunnelvisie, zeiden we. Ja. Wellicht komen de jongens met een advies waarvan we dachten, verrek, daar waren we nog niet op gekomen. Dus ze zouden zich laten verrassen. Ik vond wel opvallend dat zeg maar de halslengte wordt per lineair scoren best wel lang... best wel een lange hals gescoord. Ja. Terwijl ik dat op een foto... zie ik dat niet heel super terug. Nee, nou ja, goed. Het is natuurlijk paardendynamisch, niet statisch. Ja. Dus ik denk dat we die foto...
Laten we een score voor hem die aanhouden. Ik denk dat dat het meest overeenkomt met... Ja. Ja, is ook zo. Ja, laten we dat... En wat zie je nog meer, Manuel? Ja, ik zal... nou ja, ze zeggen zelf inderdaad, die hals, die lengte... Nou ja, dat is in ieder geval iets wat je wil bewaken. Laten we het dan daarop houden. Ook hier zie ik wel het kruis. Hè, dat wordt ook zo gescoord. Ik zal even wat aanwijzen. Als ik mijn muis kan vinden. Ja, het kan zijn dat hij... Dat je hem hier ja, even... Ja, heb je hem? Ja. Ja, we hebben het. Nou ja, ook hier geldt eigenlijk wel weer, de bovenlijn verder is voldoende. Het kruis wordt op het gemiddelde gescoord, qua lengte en qua ligging. Ja, liever zou je zien dat die wat rechter zou zijn en wat meer lengte in het kruis zou hebben. En ook deze twee, het opwaartse is wat je wat mist, wat de eigenaren zelf ook al aangeven. Een wat lange voorbeen zou je graag willen zien. Ja, en als je verder kijkt naar de waardes, ja, op stap en draf scoort ze gewoon... bovengemiddeld. Ja, daar heeft ze ook net de cijfers voor gekregen. Dus ja, ook zo met, ze presteert gewoon goed in de sport. Ja, je hebt net het filmpje gezien, daar loopt ze ook met veel balans, met veel houding en ja. Met veel zweefmoment vooral ook. Dus ze heeft wel atletisch vermogen daarin. Dat kun je duidelijk terugzien. Dus ja, eigenlijk voor deze Mary is het denk ik belangrijk om het verwantschap in de gaten te houden. Want dat zit gewoon hoog. Ja. Het is een veel voorkomende afstamming. Tjalle, Kibiet. Ja. Ik zal het even door. Hier zit ja, het. Precies. Het is Tjalle, Beert en dan Anton. Dus het is een hoogverwante Mary. Ja. Dus dan zijn dat toch de dingen waar we weer mee aan het rekenen zijn gegaan. We willen het kruisvorm wat verbeteren, wat meer lengte, wat minder hellend. Ja. Maar vooral ook die romplichtrichting. Ze heeft er zelf weinig last van in beweging, dat is wel mooi. Hè. Ze maakt voldoende balans. Ja. Ze heeft wel voldoende kracht in haar achterbeen om toch in balans te lopen. Maar ja, als we haar in het exterieur kunnen helpen, dan moeten we dat denk ik doen. Ja. Ja. Dus ja, dat zijn dan een beetje de dingen waar we naar gekeken hebben, of waar ik naar gekeken heb. In dit geval ga ik er dan wel in mee dat we het verwantschap echt in de gaten moeten houden. Ja. Anders dan loopt dat gewoon... Misschien kun jij het ook even toelichten, Hans, hoe je zeker. Afstamming kijkt. Ja, inderdaad. Nou ja, dat was ook het eerste wat mij opviel. Hè? Dat je ziet dat de drie hengsten op rij zitten in de moederlijn. Alle drie preferent. Daardoor veel gebruikt of... veel invloed gehad. Ja. En dat verklaart ook dat hogere verwantschap. Nou ja, de vader Tjalle, dat is natuurlijk een hele bekende hengst. Ook heel veel invloed heeft in de varkerij. En tegenwoordig ook nog, zeg maar. Ook via zijn zonen en dochters. Dus heel veel Tjalle bloed. En Tjalle die vereert vaak rastypische paarden. Hè, die goed kunnen draven. Ja. Maar waarbij de stap even wat ruimer kon. En waarbij het kruis dus ook even wat meer lengte kon hebben. Dus ik denk dat je bij zo'n Mary, in de stap moet je ook met de hengste keuze ook wat omdenken. Ik denk dat ze voor een Tjalle best goed stapt. Maar ik vind de stap altijd heel best wel erfelijk wat dat betreft. En ik vind dat ook een aandachtspunt in de Friese vakkerij. Dat de stap, het is niet de meest... Nee. Sexy gang, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja. Iedereen die wil graag goed bewegende paarden zien. Ja. Dravende paarden en de stap. Ja, dat is wel heel, heel belangrijk. En we hebben in de afgelopen jaren echt heel veel vooruitgang geboekt in de draf en de galop ook. Maar ik vind dat de stap zou dan nog wel ietsje beter kunnen. Nou, daar spit je een goed punt aan. Ik denk dat de stap zelfs... Ja, misschien dat we daar iets op toegelegd hebben zelfs afgelopen jaar. Ja, misschien, misschien wel. En waarom is die belangrijk? Dat we zeggen toch goed stappen? Ja, je wil graag ruimte zien in die stap. Je wil een goede takt zien in die stap. Je wil een functionele stap zien die goed bewerkbaar is. Ja. En dan wil je graag dat ze door het lichaam stappen en goed schrijdend stappen. Hè? Ja. Dat zijn bewerkbare stappen. Je moet natuurlijk ook wel weer te verzamelen zijn. Ja. Maar ja, paarden die gewoon makkelijk door het lijf stappen. Hè? Die voldoende ruim stappen en gewoon die losgelatenheid hebben. Dat is toch wel heel belangrijk. Ja, inderdaad. En vooral takmatig gewoon goed stappen. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Zeker. Ja. Dus dat is inderdaad een heel goed punt. Ik heb daar overigens wel rekening mee gehouden inderdaad ook bij deze Mary heel, heel specifiek. Ja, ik ook wel. Zeg maar. Ja. Waar heb je nog meer naar gekeken, Hans? Ik heb even naar de moeder gekeken. Dat is de Mary Nienke Frietsen van Ravenswoud. Sterpreferent en prestatie.
merrie van 1,63. Die heeft 14 nakomelingen gebracht, waarvan 7 ster. En van die 7 ster waren 2 dubbel A en 1 Spart Elite AA. En dat is de merrie Aukje dan. En nog een aangewezen hengst. En uit deze merrie komt ook Abe van het Hiem. Ja. Het is volgens mij een Tjabering. En die hengst wordt in de dressuur wordt die internationaal uitgebracht door een Russische young rider. Dus dat is op zich ook wel een hele prestatie. Nou, die merrie Nienke Fritsen, dat is een beert. Nou ja, het beert is natuurlijk ook een hele bekende naam. Ik denk een van de best vakkende hengsten wel van de laatste 20 jaar. Heeft vooral in de merrie-line, vind ik, heel goed gevakt. En die geeft vaak goed gebouwde paden met hele goede bewegingen. Zowel goed stappende paden. Ja, ook goed stappende paden, ja. Het is wel heel goed voor deze merrie om hem in dat opzicht in deze lijn te hebben zitten. Ja, ik denk dat ze daar ook een stukje stap wel van meegekregen heeft. Beerts vind ik persoonlijk mocht er wel eens wat meer front tonen. Dus dat is wel... Maar hij heeft het heel goed gedaan. Ja. De grootmoeder van Aukje, dat is Siertske van de Overbetuwe. Een stermerrie van 1,56. Die heeft 10 nakomelingen gebracht, waarvan 1 ster. 1 ster per evenerende prestatie. En een kroonspart dubbel A merrie. Dat is Sjoeke van Ravenswoud. Die is in Deense handen volgens mij. En die komt uit in de Prix St. George onder Leonie Ewink. Dus dat is ook een hele goede spartmerrie. Die Siertske, dat was een Anton. Nou ja, Anton is ook een bekende naam. Ook een preverente hengst. Ja. Hele rastypische hengst. Met heel veel behang. En dat behang gaven we ook wel door aan zijn nakomelingen. Ja. En de overgrootmoeder, dat is Boitske. Een stermerrie van 1,60. 5 nakomelingen, waarvan 3 ster. En dat was weer een dochter van Dirk. Dirk was weer een herkenzoon. Dus zo qua afstammen heb ik er zo wat naar gekeken. Ja, ja, zeker. Zullen we even bij jou blijven, Hans? Want dan kan je meteen je top 3 erachteraan... Ja, zeker. Inderdaad. Nou ja, wat ik al zei qua bloedvoering. Tjale, Beert, Anton. Veel invloed gehad op vakkerij. En dat beperkt je hengstkeuze wel heel erg. Ja. Ja. En... In deze lijn zitten best wel veel paarden die op hoog niveau in de dressuursport presteren. Nou, dat heb ik ook wel een beetje meegenomen in mijn hengstenkeuze, om dat iets nou wel vast te leggen, zeg maar. Verder, ik vond de stakmaat van die merrie en wat er achter zit in de merrielijn, die zou wat groter kunnen. Manuel al zei, ze mist ook wat voorbeenlengte. Ja. Dat heb ik ook geprobeerd mee te nemen. En op zich voor de rest vind ik haar vrij evenredig gebouwd. Ze heeft niet heel veel grote fouten. Dus, nee. Maar qua hengstadvies kom ik op Ulbe. Daar is die weer. Ja. Het is niet dat ik er aandelen in heb of zo. Zijn we wel Ulbe-fan? Op zich, ik vind op zich een leuke hengst die goed in de sport presteert. En ik vind het wel eens jammer dat bijvoorbeeld dat soort hengsten, het is niet een hengst die heel hoog op een hengstenkeuring komt. Nee. Daardoor wordt hij misschien wel eens wat minder gebruikt. En ik vind dat soort hengsten mogen best wel een kans hebben. Hè? Je moet meer naar de combinatie met de merrie kijken dan dat je denkt van, dat is een hengst die... Ja. Wat ik persoonlijk vind, dat is een hengst die bovenaan staat op een hengstenkeuring. En dat vakt altijd goed. Ja. Daar ben ik niet zo van. Maar Ulbe, die geeft een hele veulens of nakomeling met hele edele hoofdjes. En dat was ook een van de van hun wensen. Mensen met een mooie lichte hoofd-halsverbinding. En ik denk dat in de Spart ook wel handig is. Mooie lichte hoofd-halsverbinding. Nou ja, die spartaanleg wat ik aangaf van Ulbe, dat wat te verankeren in de moederlijn. En ik vind de duurzaamheid in de afstamming van Ulbe, wat ik al zei, anders Adel. Adel is ook heel oud geworden, vind ik heel belangrijk. En je verlaagt het verwantschap met de nakomeling. Dus die zit dan op 17,5. Nou, dan zit je alweer een beetje onder het rasgemiddelde, zeg maar. Ja. Dus dat is de eerste hengst. Dan heb ik als tweede keuze
heb ik het verwantschap eigenlijk een beetje losgelaten. Het is misschien qua, qua hengsten in de lijn misschien niet dat je zegt van, goh, dan ga je met verwantschap naar beneden. Maar dat is Hessel. Hessel is een Narbertzoon, dus dan heb je eigenlijk alle hengsten wel in de afstamming zitten die de laatste jaren gevakt hebben. En daar zit je wel met verwantschap je wel wat mee. En hou je inteelt, hou je daarnaast wel in de gaten? Ja, inteelt wel. Ja, ik hou sowieso alles onder de 5%. Hè? Ja. Op 6 generaties. Ja, op 6 generaties. Ja. Maar ik vind Hessel, dat zijn opwaarts gebouwde paarden met lengte in de hals. En Hessel is ook maatverhogend. Hè? Dat zijn vaak grote paarden. Goede stap. Nou, dat leg je dan ook vast. En ik vind bij Hessel wel heel opvallend dat er komen heel veel Hessels bovendrijven in de Spart. Hè, met goede testen. Nee, USIC is een voorbeeld. Ja. Ierde van den Hoefthoeve, dat soort paarden. En dat vind ik wel opvallend. Want Hessel was zelf in het verrichtingsonderzoek, was het nou niet dat hij hele hoge cijfers had. Maar ze komen toch bovendrijven. En dat vind ik wel. Je ziet hem heel veel terugkomen op de lijst, zeker. Ja, inderdaad. Ja. Is daar een verklaring voor? Je zegt van, dat zit hem in die of die eigenschappen? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar waar ik ook een beetje van de ruiters en Amazones begrijp, het zijn ook hele bewerkbare paden. Ja. En dat vertaalt zich toch in een stukje bruikbaarheid van die paden schijnt. Ja. 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 Het zijn natuurlijk wel correct gebouwde paden verder. Ja. Ik bedoel, ze hebben vaak wat je zegt, ze hebben de romprichting vaak al meer. Ja. En ze hebben voldoende lange halzen. Dus ik denk dat qua bouw en ook qua karakter, denk ik dat Hessel daar inderdaad, daar heeft hij gewoon het gemak van. Ja, inderdaad. Ja. Het is trouwens wel zo dat hij in Amerika staat, maar ook hier is diepvries sperma van te krijgen. Precies. Dus dat was mijn nummer 2. En als derde heb ik Jurre, 495. Dus ook qua verwantschap ga je niet echt naar beneden. Zit je op 18,5, dus je blijft eigenlijk op hetzelfde. Ja. Die jurres, dat zijn ook opwaarts gebouwde paarden met een hele sterke bovenlijn. Dat vind ik positief. Jurre die vererft ook een lang voorbeen, net wat die Mary nodig heeft. En je kunt ook de kruislengte verbeteren. Ja. En hij vererft ook voldoende maat. En Jurre geeft ook wel goede karakters. Dat vind ik ook wel belangrijk, ook voor de Spart, zeg maar. Ja. En ik had ook nog eigenlijk, wil ik nog wel even bijzeggen. Eentje nog dan. Ja. Nou, ik had Ulbrand had ik ook nog op het lijstje staan, maar ik zag dat ze daar ook al een veulen uitgepakt hebben. Dus die heb ik maar even buiten beschouwing gelaten. Ja. Ja, want we hebben het niet eens vermeld. Het staat wel, maar Aukje is zelf drachtig van Nane. Ja, van Nane op dit moment. Ja. 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 Bijna uitgerekend. Ja. Nou, leuk. Dan neem ik hem over. Ik ga de eerste hengst, ik ga toch verder op Ulbrand. ik weet dat ze er al een nakomeling van hebben gehad. Ja. Maar als ik dan bekijk wat we geroepen hebben qua romprichting, qua raamwerk, dat geeft Ulbrand wel door. Dus heeft een hele positieve romprichting. Mm-hmm. Geeft hij als fokwaarde onderarmlengte van 110 zelfs. Dus dat is ruim boven het gemiddelde. Ja. Stokmaat, wat we zeggen, moeten we in de gaten houden. Nou, Ulbrand is gewoon een royaal ontwikkelde hengst, grootramige hengst. Nou, en dat zie je in de fokwaarde ook terug. Zijn nakomelingen lijken dat ook te laten zien, met een fokwaarde van 109 daarop, op stokmaat. Ja. Ja, zoals stap. Ook daarin zie je dat zijn nakomelingen toch goed stappen, met een fokwaarde van 107. In draf ook een fokwaarde van 107. Ja, daar wil je niet op interen bij deze merrie. Vooral zeker onder zadel, gewoon heel veel potentie laat zien. Ook de halslengte bij Ulbrand is wel positief dan wat je mee kunt nemen met een fokwaarde van 106. Dus als daar die zorg over is, dan kun je daar ook. Dus als ik bij elkaar tel, het goed stappende paarden, royaal ontwikkelde nakomelingen laten zien met een goede romprichting. Zou dat eigenlijk ook wel mijn keus kunnen zijn. Hè? Ja, dus, ik snap die keus wel die ze daarin gemaakt hebben. Misschien is het overwegen waard om het nog een keer te doen als het te goed uitziet. Ja. Dus ik denk dat wel een qua fokwaarde zeker een hele goed passende hengst is. Ja. Maar ook gewoon vanwege zijn raamwerk vooral. Dat vind ik wel. En zijn opwaartse bouw wat hij... Precies. Nou ja, en de verwantschap. Hè? Dat uiteraard. Goed dat je me aan wilt. De verwantschap, ik had hem uitgerekend, viel me tegen. Daar komt hij toch op 18% met in combinatie met die Mary. Ja.
Aan de andere kant, het inteelt is ontzettend laag in deze combinatie. Dus ja, kijk, mocht je daar een leuke merrie uitkrijgen, Ulbran, ja, dan kun je daarna natuurlijk wel alle kanten op. Ja. Dus daar heb ik ook wel een beetje naar gekeken. Ja. Dus daar kun je wel weer mee verder, zeg maar. Ja. Dus dat vond ik wel een... ja, en ik heb vanwege het onverwante heb ik ook ormen bekeken bij deze merrie. Ja. Ja, qua vakwaarde zou die erbij passen. Verwantschap op 17,4. Dus dat is nog relatief gunstig. Ja. Ja. Het nadeel is wel een beetje dat hij wat qua romprichting niet veel zou verbeteren. Hij zit op vakwaarde van 101. Dus ja, dan, ja, daar zou je daar wat op toegeven. Maar ja, goed, dan kun je wel naar de verwantschap weer wat omhoog. Maar de vakwaarden op beweging zijn wel weer heel goed. Ja. Ja. Ook qua kruislengte zou die erbij passen. Stokmaat ook. Ja. Omen laat toch wel voldoende grote nakomelingen zien. Ja. Ja, ook in de verrichtingen. Ja, ze hadden wat. Ze waren niet altijd misschien makkelijk, maar na de testen vorderde hebben ze toch allemaal een heel goed resultaat laten zien in de verrichtingen. Ja. Dus ja, het zijn wel paarden die uiteindelijk goed in gebruik lijken. Qua verwantschap ook wel mooi bepast natuurlijk. En ook daar kun je wel weer mee verder in de fokkerij. Ja. Ja, en als laatste keuze had ik een jonge hengst. Ook de verwantschap wat losgelaten. En dat is Hilbrand. En dat is een jonge hette, maar Alwin. Ja. Dan komen we aan een verwantschap van 18,6. Maar daar, ook puur vakwaarde kun je daar gewoon... qua romprichting scoort hij goed. Onderarmlengte scoort hij goed. Ja. Qua kruisvorm heeft hij gewoon hele gunstige vakwaarde voor de merrie. Ja, dat is ook een royale ontwikkelde hengst. Ja. Ja, qua exterieur zou die daar gewoon mooi bij passen. Ja. Het is jong hengst, relatief lage betrouwbaarheidswaarde natuurlijk. Hij zal dragen waterhoofdgen. Dus dan moet je willen. Daar moet je even rekening mee houden. Op zich, de merrie is vrij, dus geen probleem voor, het zou geen probleem voor de fokkerij zijn. Alleen het blijft hoog verwant. Ja. Maar qua exterieurwaarde zou die er ook bij passen. Ja. Ja. Verrassend. Ja, nou, op zich kan ik me dat ook wel voorstellen met Hilbrand. Nou. En die heeft ook wat meer lengte in het lijf. Ja, precies. Maar. Een royale hengst. Dat zou wel bij die merrie passen. Ja, ja, compenseert dan, zeg maar. Ja, dat is wat je dan wil. Hè. De merrie in beweging, zoals je maar wel zei. Hè. Die merrie beweegt gewoon meer dan goed. Ja. In exterieur zou ik het zoeken in dit geval vooral. Ja. 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 Leuk. Dan zijn dit al wel hengsten die wel raamwerk fokken. Opwaarts gebouwd zijn. Ja, die heb jij eigenlijk heb jij ook wel een beetje die hoek gezocht. Ja, ja, zeker. Royaal ontwikkelde hengsten met goede romprichting. Het is best wel grappig. Jullie noemen dezelfde argumenten en toch hele andere hengsten. Ja, de keuze is reuze. Hè? Maar uiteindelijk is het ook, het is ook een kwestie van smaak. Hè? Ja. Uiteindelijk kies je een aantal hengsten die passen qua exterieur, qua fokwaarde, qua merrielijn. En dan is het ook een stukje persoonlijke smaak natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk dan nog maar de vraag als het precies zo uitkomt zoals je wilt. Want het is... soms dan kan het ook een hele andere kant uitgaan dan dat je hoopt. Ja. En dat is ook het mooie van vakken, vind ik. Hè? Dat, is, dat is ook... Dat is ook geen goed en fout, dat is mooi. Zo is het. Ik krijg ook meteen een reactie van de dames Roling binnen. Okay. En Ulbran heeft inderdaad de romprichting en front goed verbeterd. Ja. Ze hebben er al mee gefokt. En ook de stap lijkt goed verbeterd. Zie. Toevallig hadden we naar Hessel geïnformeerd. Ah, okay. Zo melden ze. Ja. En dank voor de fijne, duidelijke uitleg. Mooi. Dus, mooi, hè? Alsjeblieft. We gaan naar nummer 3. En dat is een jonge merrie die dit jaar voor het eerst naar de hengst gaat. Dat is Hanneke van de Spekenbeemten. 4-jarige merrie. Stokmaat 1,60. Verwantschap 17,3%. Nou, u ziet het hier eigenlijk allemaal staan. Waarom hebben we Hanneke ook gekozen? Niet alleen omdat het een prachtige merrie is en veel uiterste heeft, zo zei... inspecteur Sabine Zwager op de locatiekeuring vorig jaar. Dus wel een uitdaging in de hengstenkeuze. Ze is drager van het waterhoofdgen, dus daar zullen jullie ook vast ongetwijfeld nog iets over zeggen. Ja. En de fokkers eigenaren Nele van der Locht en Otto Kaljoe, die geven aan dat ze gezonde, laagverwante paarden willen. Met sport, meer maat en ook iets meer lengte in het voorbeen, zoals het verzoek bij Hanneke. Nou, hier zien jullie plaatjes van vorig jaar op de locatiekeuring bij Stan Derksen. Ja. Daar werd ze ster met een tweede premie. Ja. En inmiddels ook onder het zadel. Nou ja, hier kun je, de eigenaar geeft wel aan, iets meer opwaarts gebouwd ook. Hè. Dat kunnen we, vooral rechts onderin, het fotootje kunnen we dat wel zien. Ja. Ja.
Ook als we hier kijken naar de, ook weer de kruisvormen, iets wat hellend. En daar zou je ook wel graag wat meer lengte zien. En Mary heeft overigens heel mooi droog beenwerk. Hè? Ja, daar heeft hij ook heel goed op gescoord, zullen we zo op het scoreformulier zien. Dus dat is wel een heel positief punt. Ja, dat was echt, vond ik ook heel opvallend, zeg maar. Heel droog beenwerk. Ja, dus dat is ook wel een kenmerk van ijsers vaak, vind ik. Zullen we eens even kijken hoe ze beweegt, want dit is ook weer van de locatiekeuring. Nou, wat opvalt, tenminste, wat ik zo zie, dan zou je iets meer stappenlengte willen zien. Ja. En iets meer buiging en het spronggewricht zou ook niet meer staan. Ja, inderdaad. Ja, voldoende regelmaat, voldoende takt. Ja. Maar iets meer ruimte, iets meer kracht in het achterbeen. Ja. Nu vermeldde Nelen Otto wel van, op de locatiekeuring was ze in stap niet in ja, het allerbeste doen. Ja, heb ik maar, ja. Ze was wat gespannen tijdens de locatiekeuring, inderdaad. Maar de draf komt er wel... komt er lekker uit, hè? Ja, zeker. Ja, ja, en de draf, ja, zie je een klein beetje hetzelfde beeld. Wel veel buiging, hè? En de spronggewricht ook. Ja, ze laat ook wel wat via en souplesse zien. Ja, kijk. Ja, ze loopt wel heel makkelijk door het lijf. Maar ook hier zou je het voorbeen zo net wat verder weg gezet mogen worden. Ja. Maar wel veel buiging in het achterbeen. Ja. Zo, wel weer functioneel. Ja. Nou, dit is dan haar prestatie lineair even. Ja, dan zul je, je vallen dan, ik moet even klikken. Ja. Ja, op rastype scoort ze wat gemiddeld, hè. Het hoofd, de hoofdhalswinning, kijk, het is allemaal rond het rasgemiddelde, hè. Dus kruisje links of rechts, dat op rastype scoort ze rasgemiddeld. Daar kun je dus nog wel wat op selecteren. Hè. We willen graag iets meer naar rechts, iets meer naar de 35 scores die kant op. Dus daar zou je kunnen selecteren. Als we dan verder naar de fokwaardes kijken weer. Nou ja, hier zitten we rond het gemiddelde rugvorm. Dus rond het gemiddelde, maar ook weer hier het kruis, wel wat hellend. Ja, dat is overigens wel een beetje wel, in het Friese ras zien we dat toch wel terug. Hè? Nog steeds wat hellende kruisen. Ja, ook hier weer wat meer lengte. En vooral, hè, wat de eigenaren zelf ook zeggen, wat langer voorbeen. En wat meer opwaarts gebouwd. Dat zijn dan de dingen die toch wel opvallen bij deze merrie. Correctheid voorbeen is een aandachtspunt. Nu zag ik dat in de fokwaarde van de merrie overigens zelf niet echt terug. Dus nee. Daarom heb ik het wel wat losgelaten. Dus het lijkt niet echt in de foklijn te zitten, zeg maar. Maar wel heel mooi hard en droog beenwerk. En dat is natuurlijk een ontzettend positief punt. Ja, en qua bewegingsvorm. Ja, eigenlijk wat we in het filmpje zien, zie je heel keurig terugkomen ook wel. Hè, in het scoreformulier dat we in de stap lengte, zo wat meer lengte willen zien, wat we net zeiden. Wat meer ruimte in het voorbeen. Wat krachtiger. Nou, het is voldoende krachtig, maar dus zo nog wat graag wat verbeterd willen zien. Maar ook in de draf, het is voornamelijk ook weer die ruimte. Ja. Dus die ruimte in het voorbeen is toch wel een dingetje bij zo'n stap als draf. Ja, verder heeft ze krachtig achterbeengebruik, ja, voldoende souplesse. Ja. Ja, draaft goed, plaatst goed onder een massa, dus dat kun je wel zien. Dus het is voornamelijk de ruimte in de bewegingen. Ja, en toch weer, het is een beetje veel herhalen, maar het kruisvorm, romprichting, voorbeenlengte, dat zijn toch wel weer, ook bij deze merrie, zijn dat toch wel weer aandachtspunten. Ja. En in het rastype zou je hier ook nog wel wat kunnen verbeteren. Ja. Ik denk het ook. Ja. Ja, en daarnaast deze merrie. Sowieso niet met elkaar kruist. Laat gezondheid bovenaan staan. Juist. Zeker. Ja, helder. Hey, en aan de hand, hier hebben we de afstamming van Hanneke. Ja. Ze komt uit Meristam 12. Vader is IJssen. Ook een hele bekende naam. Succesvol tuigpaard. Hè. Hij was onder andere 4 keer winnaar van de Silver Bowl. Ja. Hij is eind 2021 goedgekeurd op afstammelingen. Ja, de ijsjes, dat zijn vaak paarden met de beste draf. Nou, dat hebben we nu ook wel kunnen zien. Een sterk achterbeengebruik en ook een mooi voorbeengebruik. Dan komt dat er bij Hanneke. Misschien heeft hij dat iets minder. De stap kan vaak wat meer lengte hebben. Nou, dat konden we nu bij Hanneke ook wel zien. De moeder is Geke van het Aardjep, sterrenpreferent.
Merrie van 1,59. Die heeft 9 nakomelingen gebracht, waarvan 4 ster en 2 dubbel A. Deze Merrie die komt uit de valkerij van de familie Aarts, het Nijbeets. Nou, die zijn misschien ook wel bekend als de fakker van de modelmerrie Venna van het Aardjip. Dat was een Anne-merrie. Het staat me bij, dat was ook een hele goed bewegende merrie. En die komt eigenlijk uit dezelfde stam 12. Nou, die geken van de Aardjip is een jonge sjaard. Sjaard die komt nog uit de fakkerij van Maart Pasma. Ja, sjaard was een hengst die heel veel beweging vererfde. Maar de nakomelingen die misten soms wel wat luxe. Nou, de grootmoeder, dat is Jelda uit de Polder, ster, merrie van 1,56. 15 nakomelingen gebracht, waarvan 2 ster en 1 ster per evenement. Dat was uit de fakkerij van de Jong, het Nijbeets. En uit deze lijn komen ook de dekhengsten Wiert. Wiert was wel bekend omdat hij... Nou, eigenlijk wel jarenlang succesvol was in Tuigspaard met Frits de Jong. Ja. En Yildert, 299. Die is misschien ietsje minder bekend, maar die heeft jaren in de Verenigde Staten te dekken gestaan. Nou, de overgrootvader is Peke. Peke, dat was ook eigenlijk een hele onverwante hengst uit de Agelijn. En Bouke de Boer. En de oude vakker van het jaar, zeg maar. Ik denk 2020, denk ik. Ja, 20. Ja, dat maakt. Ja. Maar in ieder geval, die heeft nog wel met Peek getuigd voor de Chase. Dan komen we bij de overgrootmoeder. Dat is Rhino, model Preverent. Merrie van 1,62. Die had 12 nakomelingen, waarvan 4 ster. En die Rhino, die was in de jaren 80 was dat een hele succesvolle merrie op de keuringen. Vooral bij het Friese Galoidhinder. En ja, die behaalde jaren achter elkaar een eerste premie. En in 1985 was ze ook reservekampioen op de vakdag daar. Ja. Dus dat is wel was een goede keuringsmerrie. Zo. Ja. Dus dat is qua afstamming, zeg maar, wat er achter zit. Ja. Ja. Nou, wat had jij voor de top 3 in gedachten? Zal ik eerst gaan? We wisselen even weer. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd. Kan je nog even nadenken? Ja, zeker. Ja, nee, waar ik voornamelijk al een beetje meegenomen heb, is inderdaad, ja, we moeten in ieder geval vrije hengsten kiezen. Dat is voor deze merrie van belang, dus dat hebben we weer meegenomen. Ja. Ook bij deze merrie heb ik toch geprobeerd om wat in een onverwante hoek te zoeken. Misschien is het goed om te melden, ik weet niet of je dat aangegeven hebt, dus dat de eigenaren... Ja. Had je, was dat nee, niet, zeg het maar even. Ja, klopt inderdaad. Die waren nogal fan van Anders. Ja. En eventueel een zoon Dan Ulbe. Die wensen hebben we geprobeerd te vertalen. Alleen dat is, ja, Ulbe is natuurlijk een drager van het dwerghen. En de merrie van het waard. Dus daarom heb ik hem niet genomen om verder uit te werken in het vakadvies. Ja, ik ben bij deze merrie ook weer, het is toch gewoon van belang. Help die merries in romprichting. In hoe makkelijker een merrie gebouwd, of hoe beter een merrie gebouwd is. Welk paard dan ook. Ja. Als we een goede romprichting hebben, goede voorbeenlengte hebben, raamwerk hebben. Dat helpt de paarden allemaal in beweging. En dan hebben ze al een stukje voorsprong. Dus ik kom bij deze eigenlijk wel een beetje op dezelfde adviezen uit. Vooral ook omdat ik het verwantschap dan weer laag wil houden. Is toch een Ulbran. Zo vind ik bij deze merrie ook wel weer passen. Ja. Gezien de romprichting, gezien de bovenlijn, voorbeenlengte, wat goed past, halslengte past goed. Nou, stokmaat is een belangrijke. Nou, dat is bij Ulbran ook wel redelijk in zijn foklijn verankerd. Wat ik zeg, de romprichting, hoofd-halsverbinding is positief. Verwantschap van 17,3%, dat is ook gunstig. Ja. Dus dan blijf je daar mooi laag. Ook een heel laag inteeltpercentage kom je daarop uit. Ja. Dus ja, ik vind qua fokwaarde en qua als je naar gezondheid kijkt, denk ik dat een fok, de verwantschap en inteelt mooi laag is. Dus dat zou daar mooi bij passen. En ook een ome heb ik als een optie. Ome is dat wel weer qua romprichting, dat is dan die 100, daar zit rond het gemiddelde. Dus daar... Ja. Mag je misschien niet veel verbetering verwachten. Maar wel qua sportaanleg, ook qua inteelt op 16,3, blijf je mooi laag zitten. Sorry, verwantschap. Ik
zei inteelt volgens mij. Ja, inteelt blijf je mooi laag, dan blijf je onder de 1% en 16,3 voor het verwantschap. Ja, dat zijn denk ik bij deze de twee die ik zou kiezen. Ja. Ja. De twee? Ja. Ja. Ja, ik ben bij deze merrie twee. Ik heb nog een derde, maar dat is wederom Dedma. Om dezelfde redenen. Alleen daar vind ik dat, ja, dan kom je toch wat hoger weer in het verwantschap te zitten. Ja. Dus ja, het zijn wel weer allemaal hengsten die op fokwaarde gewoon opwaarts paarden fokken. Grootramige paarden fokken. Ja. Ja. Dus daar. Ja. Dus Ulbran, Ome en Detmer. Detmer, heel goed. Ja. Ja. Nou, aan zijn hand, die heb ik ook. Ja, ik kan wel ophouden. Echt? We zitten goed op één lijn. Oh, kijk. Nou, ik had op zich wel dezelfde hengst op zich. Ik heb ook Omer inderdaad, vanwege het lage verwantschap. Ja. Je zei 16,3, maar van mij zit het veulen dan op 16,8. Van mij zit Omer zelf op 16,3. Oh, oké. Okay. Ja. Even een punt van aandacht. Ja. Heel goed. 0,5, ja. Nou ja, dus laag verwant. En ook met Omer hou je het veulen vrij van Jasper en het Zerkbloed. En dat vind ik wel, en dat zijn invloedrijke hengsten geweest. En dat, nou, dat heb ik al eerder aangegeven. En dat vind ik heel belangrijk in de varkerij, dat je dat daar vrij van houdt. Want dan, dan kun je weer verder mee. Nou, de stap kun je met Omer verbeteren. De eigenaar geven wel aan van de stap is in principe goed. Maar ik denk met IJsje als vader, ik denk dat je toch altijd een beetje rekening moet houden met de stap. Ja. Ah, dat zie je ook terug in het nakomingrapport van Ome wel. Hè? Dat het in de verrichtingen wel paarden zijn die makkelijk stappen met veel ruimte. Daar heeft hij ook een hoge vakwaarde voor van 108. Ja. 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 Dus dat vond ik ook wel een positief punt om voor Ome te kiezen inderdaad. Ja, goede klopt. Stappen. Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, en Ome's... Ja, in de vakwaarde is hij niet heel opwaarts gebouwd. Maar ik heb voor mezelf ook toch wel het beeld dat het wel opwaartse paarden zijn. Ja. Ik denk dat het ook een stukje bij Gjalt weer wegkomt. En je voegt wat meer maat toe, zeg maar, aan die merrie. Ja, heeft hij inderdaad ook een positieve vakwaarde voor. Ja. 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 Dus, dat is Omer. Ja, dat is Omer. Nou, dan komen we op Ulbran. Die had ik er ook bij. Oké. Okay. Dan zit je inderdaad op 17,3 verwantschap. Ja. Ja. Dat is toch 0,5% onder het gemiddelde, zeg maar. Van de hele populatie. Dus dat is best relatief laag. En wat Manuel ook al aangaf, opwaarts gebouwd. Lang voorbeen. Vrij van Jasper en Tjerkbloed weer. Ja. Dat vind ik heel, wat ik zei, positief. Nou, verbeteren van de stap en de hoogtemaat. En dan als derde heb ik even de verwantschap ietsje losgelaten. En kom ik op Epke. Epke 474. Oh. En dat heb ik eigenlijk gedaan om wat meer luxe en wat meer behang toe te voeren. Ja. Ik denk dat vooral het behang zou wel die merrie niet misstaan. En ook de stap te verbeteren. En maat verhogen, want Epke die vak groot. Ja, ja, dus, klopt. Ja, maar dat is wel leuk. En ik heb Epke wel overwogen namelijk. Oh. Ja. Vooral eigenlijk om de redenen die je nu noemt. Het enige waar ik niet mee uitkwam was, Epke wil nog eens wat hellende kruisen geven. Dus ja. Daarom had ik hem uiteindelijk niet. Nou ja, dat maar ik snap de keus zeker wel, ja. Ja, nou, dat is het punt ook vaak. Hè. Dat gaf je al eerder ook al aan van als je... op te veel punten wilt verbeteren, dan ga je weer een beetje middelen en dan kom je eigenlijk nergens op uit, wil ik niet zeggen, maar dan ga je te veel op punten verbeteren. Ja. Ja. En ik heb voor mezelf al dat ik denk van, je moet eigenlijk wat in generaties denken. Hey, je kunt niet een paard in één keer perfect maken, het moet in stapjes. Dus dan een generatie verder kun je misschien dat weer verbeteren. Ja. Ja, als je een paar kenmerken neemt, dan ga je ook echt vooruit op die kenmerken. Als je dan kun je heel goed vooruit gaan. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, leuk. Ja. Verrassend, zeg maar. Ik ga even kijken of Nele al een reactie erop gegeven heeft. Die zou even meekijken. Ja, nou, ze had gedacht dat Wolter er nog uit zou komen. Zegt Nele. Ja, nee, ik denk dat je dan qua exterieur, dan ga je te ver... achteruit, ik wil niet zeggen dat slecht is, maar... Nee. Ik heb bij de meeste merries heb ik inderdaad Wolter ook wel overwogen. Maar dat sloot niet echt aan bij de filosofie zoals ik hem had. Nee. Dus bij deze Wolter wel bekeken inderdaad, maar ik had hem op
ja, ik vind de match met ook wat qua fokwaarde vond ik hem ja, gewoon wat minder passen. Precies. Dan, ja. Ja. Ome dan weer wel? Ja, ome wel. Ja, ja, dat is een halfbroer ja. van Wolter. Dus ja. Wat dat betreft. Ja, het is een combi met, je, met de merrie die je ziet. Hè. Dus het is, ja. Bij een andere merrie past Wolter prima. Ja. Ja. Bij wijze van. Ja, ja. Zeker. Hè, bij, wat we zeggen, bij Romy past die, zou die wel goed bij passen. Ja, ja. Zeker. Ja. Ik krijg van één iemand een vraag binnen, even los zeg maar ook van de focus van deze drie merries. Natuurlijk, het dragerschap wordt meegenomen. Maar in hoeverre houden jullie ook rekening met zaken als OCD of eventueel cornage? Wordt dat wel meegenomen in adviezen? Is dat iets waar jullie wel naar kijken? Nou ja, in basis is het natuurlijk zo dat de hengsten die goedgekeurd worden, ja. die moeten voldoen aan het reglement. En het reglement ja. daar is wel, qua FL, qua OCD, OC, daar, ze moeten wel voldoen aan, hè, aan het aan reglement. Die eisen. Waardoor, ja, aan die eisen. Dus ja. daar mag je ervan uitgaan dat, natuurlijk hebben bepaalde hengsten hebben wel wat bemerkingen. Ja. Maar dan mag je er wel van uitgaan dat het niet direct erfelijke gebreken zijn. Geen invloed. Nee. Dus nee. daarom vind ik dat beleid is bekeken, is goed. Ja. En dus daar mag je wel van uitgaan dat de hengsten ook dermate geselecteerd zijn, dat je daar geen, niet te veel zorgen over hoeft te maken. Ja. Althans op gebied van OC, OCD. Ja. Nou ja, dwerg en water, nou, daar hebben we het over gehad. Ja. Natuurlijk, ja. dat neem je altijd mee. Ja, cornage, ja, dat is natuurlijk dat is wel een hot topic op het moment. Ja. Ja, als het bekend is, neem je het mee, natuurlijk. Ja. Uiteraard. Ja. 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 Maar de gezondheid moet er altijd bovenaan staan. Dat, ja. Ja. Kijk, cornage is, daar is ook een maatstaf voor daarom, gekozen. Ja. En als ze daar niet aan voldoen, dan worden ze niet goedgekeurd. En het is wel grappig dat gevraagd wordt. Want je ziet de hele Facebook-discussies van mensen die zeggen van, dat markeert dat aan. Ja. Maar ze, die hengsten die goedgekeurd zijn, die zijn nou bijna nog net niet binnenste buiten gekeerd. Ja, dat is zo. Maar, ja, daar is je, die zijn echt wel... die voldoen wel aan die maatstaf, zeg maar. Juist. Aan alle eisen die je kan stellen aan gezondheid, daar is daar natuurlijk uitgebreid naar gekeken. Ja, dus die kan je met een gerust hart goed gebruiken op je. Ja, en laten we niet vergeten, dat wordt in de toekomst denk ik alleen maar. Dat heeft de aandacht. Iedereen, daar ligt heel veel focus op. Hè. Gezondheid, een stukje inteelt, problematiek, verwantschap. Ja. Nou, cornage is er eentje van op het moment. Maar zo lopen er heel veel dingetjes waar gezondheid staat gewoon bovenaan. Ja. Dat is in het fokdoel is dat ook goed omschreven en ook wat omgedraaid is en wat volgorde is. Nou ja, dat zijn, ik denk, ook goede ontwikkelingen. Ja. Gezond paard is gewoon ontzettend belangrijk. Ik vind het ook mooi dat jullie daar in het advies ook mee rekening hebben gehouden en op benoemd hebben, zeg maar. Ja. Dank jullie wel. We hebben het inderdaad niet in een uur gered, maar dat geeft niet, want het was hartstikke leuk. Okay. En het was best leuk om drie van die hele verschillende merries met elkaar wat te vergelijken. Zeker. Het is ongelooflijk bedankt dat jullie dat wilden doen, want ik weet dat er best een hoop voorbereidingen vast zat, even door de computer en even dit en dat, maar dat weet je wel. Dus ik wilde jullie bedanken met een collectors item wat we hier op de college tour eigenlijk alle keren weggeven. Nou, dankjewel. Nou is het weer er niet helemaal meer na. Nou. Maar dan hebben jullie voor volgend jaar. Ik ben. Ik draag echt in juni draag ik bijna nog een muts. Oh, echt? Dat betreft, dan ik ben echt een muts erbij. Nou, dan is het helemaal goed terecht. Dank jullie wel. Ja. Super. En ik ga afscheid nemen van iedereen thuis met de laatste sheet. Want onze collegetour nadert zijn einde. Volgende week hebben we de laatste van dit winterseizoen. En dat betekent dat we het Fokkerscafé gaan organiseren. En daarvoor zijn we welkom bij de kampioen van de hengstkeuring. Bij Herre. Op stal bij familie De Boer. Bij stal van de Kadijk. Dus daar zullen we volgende week uitzenden. En dan is Adriaan er ook weer bij. En dat mag ik wel even verklappen. Hij is zijn vader geworden vorige week. Dus wilt hij onze cameraman nog een berichtje sturen? Vindt hij altijd leuk. Gefeliciteerd, Adriaan. Hij zit toch een klein beetje met rode oogjes. Hij zit wel te lachen. Het is mooi geweest. Nou, maar volgende week zien we u graag allemaal weer terug. We hebben een echt leuk gezelschap aan tafel met Jenny Veenstra, Tjitse Bauma, Tjalling de Boer en Arie Hamoen. En we gaan het hebben over sport en fokkerij. En fokkerij en sport. Fokken we voor sport of sporten we voor fokkerij? In ieder geval genoeg onderwerp om over te discussiëren met elkaar. En het vooral ook leuk te hebben. Dus graag tot volgende week. En nog dank. Wij nemen een drankje, jongens. Ja, hebben we verdiend na anderhalf uur babbelen. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Tot ziens.